gefeliciteerd met deze fantastische port die jij in je handen hebt. Een port van 20 jaar oud. Port is, kan 10 jaar, 20 jaar, 30 jaar. Of je hebt Colleita's, of je hebt vintage ports, dat is van 1 jaar. Maar een 20 jaar oude port is gemaakt van verschillende jaargangen die allemaal ongeveer 20 jaar oud zijn. En ze moeten in ieder geval volledig voldoen aan het smaakprofiel wat hoort bij een 20 jaar oude port. Er zullen ook wijnen bij zitten die ouder zijn dan 20. En er zitten er ook die jonger zijn dan 20. En op die manier maken ze een mooie blend die lekker smaakt. Nou, dit is echt een heerlijke, met een smaak van geconfijt, fruit, gedroogde vijgen, tabak, noten. Een hele mooie complexe geur. En in de smaak is die gelijk heel erg fris. Komt die goed binnen en een sterke, een hoge smaakintensiteit. En dan krijg je ook al die smaken die erin zitten van vijgen, krenten, noten. Gedroogde vijgen en een hele mooie lengte, zodat je er heel lang van na kan genieten. Een fantastische wijn om bij belegen en het liefst oude kazen te schenken. Doe er nou geen jonge kaas bij. Of doe er nou geen geitenkaas bij. Dat is echt zonde van de mooie wijn. En ook zonde van de geitenkaas eigenlijk. Daar doe je een andere wijn bij. Maar hierbij doe je echt mooie, stevige kazen. En als je er dan ook nog van houdt, steek je er een mooie dikke sigaar bij op. Een absolute koning van de port, de Tonies. En de druiven die zijn nog met voeten getreden. Hij komt dus uit de port, dat is uit Portugal, dat is logisch. Uit de streek rond de Douro. En hij is gemaakt van verschillende druivenrassen. En in die hele grote lagares is die met de voeten getreden, zodat er zo weinig mogelijk harde tannines in zitten. Want de voeten, menselijke voet is de enige wat de druiven kan pletten zonder dat hij die pitjes plet. En die pitjes die geven die nare smaak. Maar hierbij is dat dus helemaal niet gebeurd. Nou, volgens mij is het een fantastische wijn waar jij helemaal ongelooflijk van gaat genieten. Ik ben een beetje jaloers. Dus, proost.